En volgens brancheorganisatie BOVAG zijn veel garages niet goed genoeg voorbereid op die toekomst. Die vraagt andere vaardigheden van monteurs. Vaardigheden die ze nu vaak nog nauwelijks beheersen. High voltage. Hier op de opleiding zie je dat er een nieuwe tijd aankomt. Een deel van de leerlingen werkt aan elektrische voertuigen met speciale handschoenen. Heb je nou roze handschoenen aan? Deze handschoenen zijn heel erg isolerend. Dus stel ik pak nu een stroomdraad vast of zo, dan zou ik er niks van voelen. En ander gereedschap. Ja, net als mijn handschoenen zit er een isolerend laagje op. En de monteur van de toekomst is veel meer een ICT-specialist dan nu. Storingen die voorkomen zijn niet meer altijd een brandend lampje, maar dus daadwerkelijk het voertuig doet het niet. Zit het nou in de laadkabel of hij laadt niet op? Of zit het in de laadpaal? Zit het in de auto? Dus zij moeten aan de hand van het schema de juiste documentatie kunnen zoeken. En aan de hand van die documentatie een juiste diagnose kunnen stellen. En dat vraagt iets van het abstract denkvermogen en het analytisch vermogen van de student in de toekomst. Iets waar veel garages volgens de BOVAG nog niet mee bezig zijn. Er wordt nog weinig geïnvesteerd omdat het aantal auto's natuurlijk nog relatief beperkt is. Maar de groei gaat eraan komen. Dus dat betekent concreet dat wij als BOVAG nu ook zeggen van je moet je dan voor gaan bereiden. Investeer in je huidige personeel, maar investeer met name ook in de jonge mensen die op het vak van automonteur aan het volgen zijn. Want die IT-kant van het vak dat zal alleen maar toenemen. En als daar niet op tijd op ingespeeld wordt, gaat de automobilist dat in de toekomst merken. Als je op een gegeven moment te weinig mensen beschikbaar hebt, dan zullen de wachttijden voor de consument gaan toenemen om het onderhoud uit te laten voeren. De technisch specialisten zijn schaars. Deze jongens en meiden zijn tweedejaars en nu al gegarandeerd van een baan. Absoluut. Wekelijks worden wij gebeld door bedrijven die op zoek zijn naar deze studenten. En dat zijn niet alleen garagebedrijven, maar ook bedrijfsleven wat in de maakindustrie zit. Om de doodeenvoudige reden dat die studenten zowel op elektronica gebied, maar ook sleutelvaardigheid beheersen. En dat maakt ze zeer aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt.